Want altijd kon ik mijn school niet afmaken omdat dit of dat weer gebeurde. Waarom? Alleen omdat ik veel aandacht kreeg. Het sloeg allemaal helemaal nergens op, maar het heeft wel veel met me gedaan. Gillies Loveline is een van de weinige of misschien het enige platform waar we het ene keer kunnen hebben over het geluk of de struggles van relaties. Of hoe iemand een miskraam verwerkt. Of iemand's seksuele interesses. En dat allemaal onder de paraplu van de liefde. Dus ik was online en ik zag een video voorbij komen van uh, een jongen die op zijn knieën en zijn handen stond. Met een hak van een laars in zijn rug en een meid die hem aan het zwepen was. Ik dacht, oeh, stoute meid. En mijn nieuwsgierigheid was getriggerd. En die stoute meid was jij, God die. Ja. <laughs> Hey, welkom in Gilly's Love Line. Dankjewel, hoi. Ik moest je hier roepen, want dat is echt het verhaal. Hè? Ik zag ja. dat ik was geïnteresseerd. Ik dacht, I need to know more. Wat was dat waarna ik keek eigenlijk? Ja, nou, Dat heet Vindom. Dus Dat is een man die, uh, die echt van, uh, ja, hoe noem je dat? Ik heb echt ring. graag wordt gedomineerd worden. En die jou daarna geld ervoor geeft want ja dat is hun vetjes hun kikken daar heel erg op oké okay, wow dit was dus vrijwillig dit, dit was vrijwillig goed om ja. te horen <laughs> nee het is niet dat ik het heb gedongen dat is yeah. uh, niet goed nee yeah. maar uh, ze willen het echt vrij zelf ja dus. oké okay, uh, wat zei je fandom vindom je hebt, fin, ja je hebt vindom. vindom en je hebt fandom ik, ik weet niet precies wat het verschil tussen is maar je hebt ook uh, een andere soort, en dat is echt wat extremer, wat seksueler, echt uh, met dildo's en al, en dat doe ik niet. Nee. <laughs> hey, maar het zag eruit alsof je weet wat je deed, want jij bent dan een meesteres, heb je me uitgelegd? Hè? Ja, een meesteres. V uh, leg me uit, want ik, ik weet veel, ik heb veel gedaan, maar <laughs> dit is een beetje nieuw voor mij. Tenminste, ik heb me nooit hierin indulged. Vertel het verhaal. Kijk, een meesteres is een dame die... Um, die voldoet aan mannen hun fetishen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je hebt feet fetish, je hebt... Uh, ja, je hebt eigenlijk van alles in alle soorten vormen zelfs. Dus een meesteres is dat je, zeg maar... Uh, ja, je krijgt mannen die jij natuurlijk domineert. Mm -hmm. En dat ze jou geld geven, maakt jou een meesteres ook, zeg maar. Oké, okay, je krijgt er wel betaald voor. Ja, tuurlijk. Dus anders. this is your job, wat je doet. Ja, zeker. Oké, okay, ja. nou dope. En uh, als ik me niet vergis, volgens mij geniet je er ook van. Want in dat filmpje hoorde ik je ook even lachen gewoon. Ik weet niet wat je zei. Ja, bitch. Of dit verzin ik in mijn hoofd. Maar je zei iets. Ik zei, ja, bitch vind je het lekker, hè? Oh ja, ze zei ook echt. <laughs> <laughs> maar dat is wat hij dus wil. Ja, want hij vond het lekker, ja. Hij, hij wil het. Snap je? Ik ga niet iets tegen iemand zijn zin doen. Dat, uh, ja. dat doe ik niet. Oké, okay, dus dit zijn van die mannen die houden ervan on om onderdadig te zijn. Uh. Ja, ja. Maar je hebt ook veel van die mannen die daarna het spijt van hebben, zeg maar. Van ja, toch liever niet. En dan ik van ja, waarom uh, kom je me dan berichten? Oké. Okay. Ja. ja, dus zij benaderen jou en daar hebben ze spijt van. Ja, sommige zijn, zodat ik het zeg, maar een beetje nietjes. gewoon. <laughs> ja. Hé, hey, maar dan vertel je me ook een next level ding hierover. Uh -huh. Een onderdeel daarvan is ook dat hun uh, jou uh, verzoeken om. Uh, hun te blackmailen, te chanteren? Ja, Wat is dat? dat gebeurt vaak. Nou, dat is uh, zeg maar... Je hebt een Skype-sessie met hun. Ja. Yeah. En dan uh, geven hun opdrachten. En dat kan echt heel extreem worden. Zelfs zo extreem dat iemand zijn hoofd in de wc-pot voor je zet zelfs. Dat hij gewoon zijn eigen poep eet, heb ik ook meegemaakt. Dat dus heb je ook meegemaakt? Ja, via blackmail dat hij zijn eigen poep gaat eten. En dat ik hem dan chanteer van ja... Want eerst geven ze natuurlijk een persoonlijke gegevens, zodat je hun daarmee kan chanteren. van Ja, je weet toch? Bijvoorbeeld uh, iemand eet poep. Ja. En uh, hij heeft daar een video van. En jij zegt als je me nu geen geld geeft, dan drop ik het overal op internet en daar kikken ze gewoon echt op. Daar kikken ze op. Ja. Hé, hey, luister. Shit. Iedereen zijn dingen. Uh, je moet aan je trekken komen. Maar ik luister hiernaar. Ik denk, apart dat je dat bedenkt. Dus jij hebt het niet bedacht. Nee. Jouw, jouw klant die zegt van... Hé, hey, luister, dit is dat ik, wat ik wil dat je voor me doet. Klopt. En, uh, en het is ook een populair ding dat mensen vragen om gechanteerd te worden. Want jij gaat dan online en gaat ze dan online chanteren. Ja, ja, dat gebeurt vaak. Door hun, door hun persoonlijke gegevens ja. te droppen. Ja. Dat is bijzonder. Ja, ik heb ook meegemaakt dat een... Uh, dat er een jongeman, hij is niet zo heel oud, dat hij uh, zijn werk had doorgeven waar hij werkt, zijn woonadres en al, uh, en had hij ook nog zijn nummer aan mij gegeven. Wat bleek dat die nummer van zijn vader was. Dat vond hij dan extra spannend of ja. zo. Ja. Oké, okay, I'm not trying to judge hier, maar ik laat maar zeggen ik vind het bijzonder. Ja, dat is het zeker. Maar dan denken de mensen dan niet, uh, want jij dropt dat dan uh, online op jouw social media platforms. Mm -hmm. hè, die, dat blackmailen waar we het nu over hebben. Ja, interessant, ik zeg het je. Ja. <laughs> dus iemand vraagt erom dat je diegene, uh, dus al die handelingen, dat je dat mm -hmm. dan ook post en dan in de vorm alsof je hem blackmailt. Ja, ja daar kikken ze En wat is op. dan de tekst wat je, wat je zet? Want uh, alleen oh, de foto's nou. niet genoeg, je moet ook wat zeggen, neem ik nou, aan. Nou, ik zeg bijvoorbeeld: uh, ja, als je me nu niet betaalt, dan drop ik alles overal. En ga ik flyers uitdelen en ook in jouw uh, post zetten. En van je buren. Ik kan echt zo ver gaan, zelfs, weet je. Ik kan ja. echt ver gaan. En um, ja. En daar kick die klant dan op. Ja, heel erg. Die zit dan achter de computer, weet ik veel van. Oh ja, dat ja. is het. Ik weet niet. Probeer... Oké. Okay. Nee, leuk. Klopt, klopt. Nee, maar het is ook uh, heel veel hebben begonnen een vriendin. Ook nog. Of een vrouw. Ja, maar kinderen, dan is het toch publiekelijk. Het Die komen dan. Oh, maar hij kikt erop dat zij dan daarachter komt van: hé, hey, ja, ik ja, word gechanteerd. Ja, dat zou kunnen. Soms af en toe, ja. Ik weet niet allemaal hun privé situaties hoe het zit, maar meestal kikken ze daar echt op, ja. <laughs> Al ja. dat soort dingen doe jij, Gold Honey. Ja. En dat valt <laughs> allemaal onder uh, meesteres. Ja, meesteres. Ja, ik heb ook uh, sissy hoortjes Ja, klinkt raar. Maar dat zijn van die mannen die graag als een vrouw gekleed willen zijn. en die dan voor jou gaan willen werken als een hoertje bijvoorbeeld. Jo. Ja. En dan willen ze dat je klanten regelt. Dan moeten die klanten toevallig homo zijn. Maar uh, ja, die heb je ook. En dan uh, uh, geven ze die klant seksuele diensten. en dan krijg jij betaald voor ja. die. en daar kicken zij dan op, ja. op dat idee. Ja, en dat noem je een sessiehoer ik weet, het klinkt heel allemaal grappig en zo raar. Nee, maar niet eens. Is, maar ik, zo, ik, ik, ik zit hier meer te denken van... Er uh, is een heel, heel wereld die ik niet ken. En jij uh, dan, dan wel. Yeah. Want we hebben het dan nu over de klant. Maar dan nu degene die die, die dienst verleent. Hoe kom jij terecht in... Uh, niet alleen deze branche, maar aan al dit soort creatieve manieren? Van, uh... Ja, het uh, begon allemaal bij Twitter. Twitter is echt de bron. Van dit soort uh, ja. dingen? Ja, heel veel. Het kwam op jouw pad via Twitter? Ja, iemand zei het me ooit een keer. Van, hey, kijk, kijk eens op Twitter. Je hebt daar bijvoorbeeld van die mensen die graag voetfotos willen kopen. En zo begon Oh, het begon het een onschuldig beetje, met Het foodfetish. begon een beetje onschuldig. <laughs> en toen werd het ietsje extremer. Nou, mooi. Ja. Op men, uh, uh, mannen die poep eten en jou daarvoor betalen. Ja, waarom niet? Gaat het om jouw ontlasting? Nee, nee. Tot hun eigen ontlasting. Hun eigen ontlasting. Maar ik neem aan dat die verzoek is gedaan. Ja, dat is gedaan. En ik heb het idee dat het ook is gebeurd. <laughs> ja. Moet wel. Moet wel. Kom op. Is gebeurd, hè? Niet, niet mijn eigen poep. Nee, nee. Dat niet. Oké. Okay. Want ik verval... <laughs> ik voorval... ik lach het ze niet uit, hè? Maar ik verval daar eerst zo'n rol van zo'n uh, keel die zo'n fetish heeft. Mm -hmm. En dan zou ik denken... Weet je wat nog geiler is dan mijn eigen scheid eten? Die van haar. <lacht> <lacht> Maar jij hebt dat nooit gedaan, volgens jou? Nee, nee, nee. Bijna nee, nee, geloof nee. ik je niet, als nee, ik nee, nee, eerlijk dat ben. Nee, dat heb ik niet gedaan. Okay. Dat heb, ik zou het wel doen, hoor. Daar niet Oké, okay, nou, hoeveel vraag je? Uh, nou... <laughs> nee, 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 nee. Ik ben een grap van oh shit. <laughs> ik probeer heel luchtig te doen hierover. Want ik, ik weet veel, maar dit soort shit weet ik niet. Mm -hmm. Oké, okay, sissyhoeren. Uh, fandom was het? Ja, fandom. Fandom. Ja, je hebt echt okay. voor alles. Je okay. hebt uh, balbusting. En iemand zijn ballen trappen. Ik vind ze helemaal geweldig. Ja. Ja, nee, ik... Uh, hey, whatever gets you off, weet je? Uh, I guess. Maar, jij hebt nooit ma maar dat jij dan erin meegaat... want jij moet dan ook denken van... hey, dit is wat voor mij om te doen. Ja, ik moet... Uh... Dus jij hebt ook een uh, creatieve geest... als het gaat om seksuele dingen, vind ik. Ja, klopt. Ja, het is... Uh... Het geeft mij ook een kick daar niet van. Gewoon... Moet wel, anders kan je het niet doen. Ja, daarom. Ja. 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 Laat me echt... Uh... Goed voelen. En geven jou een seksuele kick? Dus dat je... Nee, dat echt niet. Je, eh, geen seksuele prikkelingen nee, ervoor, maar meer... Me echt een kick van dat ik macht heb. Ah. Zeg maar die kick van, hm, ik ben machtig. Ik laat zo ja, ja, dingen ja. doen. Ja, ja. Ja, dus... dat, Daar zit het hem in voor jou. Ja. En dan krijg je ook nog ervoor betaald. Ja. Dat is mooi meegenomen, toch? Ja. ja. Oké. Okay. Maar via Twitter rolde je erin? Ja. Uh, maar check. Dit is waar het voor mij interessant werd. Want dat wist ik niet. Mm -hmm. En... Uh, luister, ik heb je niet hier gehaald om uh, oordelen over jou te vellen. Uh -huh. uh, uh, shit, ik kan dat niet eens doen, want ik heb ook een geschiedenis. Uh -huh. uh, ik ben heel jong... Uh, uh, toen ik jong was, heb ik ook heel wat dingen gedaan... Uh, uh, waarvan je denkt van, hé hey, jongen, moet jij niet knikkeren? Uh -huh. Begrijp je? Want toen je me vertelde hoe oud je was... toen schrok ik wel even in de zin van, niet schrikken... maar dacht van, oh, maar uh -huh. dat had ik niet verwacht. Want in mijn hoofd dan, past dat niet bij uh, jouw leeftijd, want hoe ja, oud ben dat jij? Snap wel, ja, ik ben 19. 19 jaar. Ja. En begrijp je dan dat ik denk van, uh, oh wow, dat ik zo reageerde van, ja, oh wow, tuurlijk, dat wist ik ook, niet. Uh, ik zou ook opkijken van, hmm, want meestal doen het vrouwen van rond de 25 het en zo. Zou je denken, want je ja. moet, een, je, je, weet je, dan gericht op leeftijd, ik denk dan je moet een aantal dingen hebben meegemaakt, bepaalde ontwikkelingen hebben meegemaakt, seksueel en dat soort dingen, voordat je door hebt van, voordat je sowieso deze dingen tegenkomt... Dat maar ja, zo. we leven in 2021 waarbij je, je internet hebt en social media en van mm -hmm. alles krijgt te zien, wat jij dan maar ook wil zien. Dat is zo, ja. Uh, uh, dus uh, ik wil niet zeggen, ik schrok daarvan. Ik ga real met je praten, ja. Ik ga real met je praten, Gold Honey. Uh, uh, ik zag dat allemaal. Ik dacht dus, uh, uh, nu achteraf, ik dacht dus, oeh, wat een stoute meid. Dan hoor ik je bij 19, krijg ik soort Kelly vibes in mijn lichaam. ...van Oh mijn god, ik dacht, stoute meid. Wauw. Dat is altijd een goede I Dat is in de drill. En dat ik zelf twijfelde van, oeh, uh, 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 wil ik dit gesprek wel in de zin van, nee, wat, het gesprek, wat het gesprek dan ook is hoor. Ja. Uh, maar je leeftijd is best wel een dingetje. Dat ik dacht van, oeh, dan dacht ik, nee, ik wil het begrijpen. Uh, ja. En niet dat jij me iets hoeft uit te leggen mm -hmm. of het hoeft te verantwoorden. Maar gewoon alle ontwetendheid die ik hierover heb. Maar ook vooral uh, 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 mensen die kijken, met kinderen of jonge meisjes. En dan zelf kunnen bepalen van wel of niet een goed idee. Of van, hé, hey, dit is iets wat bestaat. Ja. En dat is WhatsApp. Ja. Dus sowieso ben ik dankbaar dat je daarover wil praten. Ja, tuurlijk. Uh, 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 on some real shit. Want veel mensen zien jou gewoon als een meisje. waaronder ik ook. Klopt. Als een meisje. En dan kan je me niet kwalijk nemen, toch? Nee, tuurlijk. Hoe, hoe, hoe zie je jezelf? Ik zie mezelf gewoon als een jonge dame. Ik zie mezelf niet als een kind of een kindelijk meisje of zo. Dat echt niet. Nee, nee. Ja, Ik zie mezelf als een sterke jonge dame. Dat is mooi gezegd. Ja. Uh, en die weet wat ze wil, daar gaan we gewoon van uit. Ja, ja tuurlijk. Ma wa wa want het is makkelijk. Ik verval ook erin hoor, vergis je niet. Terwijl ik hier zit, ga je gelijk denken van. Oh, is dat zo gekomen? Ze is zo jong. En dan ga je. Weet je, dat, dat is gewoon volgens mij natuurlijk dat ik dat allemaal denk. En dat deel natuurlijk, ik ook gewoon streed op met je. Ja, ja. Uh, dus ik ben wel uh, benieuwd hoe jij, hoe jij daarin staat. Uh, uh, want jij zegt dan heel makkelijk, ja. Uh, op Twitter ben ik gekomen, daar tegengekomen. Maar dan ga ik me hard op afvragen. Ja, hoe oud was je allemaal toen dat gebeurde? Kijk. Um, denk rond de. Begin 18, 17, zo. Kijk, mensen vonden me altijd al ouder zien dan mijn leeftijd. Dus ja. ik voelde me dan ook zo, weet je. Mm -hmm. Dus ik deed, ook al, ik deed altijd mijn eigen ding. Ik luisterde nooit echt naar wat iemand tegen me zei: van hé, hey, dat kan je beter niet doen, want het is mijn leven, weet je. Dat maar omdat waar. ik minderjarige was, gingen mensen veel commentaar op me hebben: van ja, mm -hmm. dit en dat is niet goed en bla bla bla. En, uh, maar begrijp je dat? Begrijp ik aan de andere kant, maar zelf zijn ze ook niet heilig, weet je wel. Dat is waar. En ik, mo ik moet je zeggen, ik heb dus een filmpje gezien waar je aan het schelden was en shit. Oh man. En nee, nee, maar ik had je back hier. Want luister, ik, ik zeg tegen jou: begrijp je dat dat mensen dat zeggen? Maar het gaat natuurlijk ook om: hoe wordt het tegen je gezegd? Ja. Begrijp je? Het, ja. Uh, mensen kunnen het uh, op een boelie manier zeggen. Of op een judges manier. Mm -hmm. Hey, hoor dit, whatever. Want dat is zo. Want jij maakt heel wat pikante foto's en dat doe je al een tijdje. Ja, al sinds ik 13 was. Dat, Omdat je... ik graag model destijds wil worden. Mm -hmm. Maar dat wil ik nu momenteel niet. Maar ik dacht ja. bij mezelf: ik ben jong. Ik heb, je weet toch, ik moet zo wat mijn moeder mij heeft gegeven. Ik ben mm -hmm. lekker jong. Ooit word ik een oma, kan ik die dingen niet doen. Dus ik doe wat ik wil. Weet je? En kijk, en dit, Zo was mijn mindset een beetje. Ik, ik ben blij dat je deelt wat je mindset uh, is. gewoon uh, 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 en, en ik sta erop hè? Dat, uh, 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 dat je hiernaar kijkt. En even zonder judgment probeert te kijken. Hè? Want dat is mm -hmm. makkelijk. Want dat kost mij ook niet moeite. Maar ik moet ook mezelf uh, herinneren van hey, even zonder judgment. Gewoon even luisteren. Yeah. Moet ik mezelf ook herinneren. Moet ik eerlijk in zijn. Mm -hmm. uh, uh, want er komen een hele, hele hoop dingen in mijn hoofd. Zoals ik zei. I kept it real. Ik dacht, mm -hmm. oeh, maar dan hoor ik je leeftijd... en dan denk ik, oh my shit, I'm R. shit, sluit me op. <laughs> ik maak nu grappen erover. Yeah. Maar dat betekent dus... Uh, jij moet ook... een paar uh, rare types tegenkomen online. Of het nou gaat om oudere mannen... Mm -hmm. of mensen die gewoon uh, verzoeken doen waarvan je denkt van, hé... Hey. en dat je daarmee om kan gaan, vind ik bijzonder. Ja. Yeah. Want dat... Uh, want we moeten eerlijk zijn. Ik heb je er niet over gesproken, maar dit valt gewoon in te vullen. Dat begon dan al vroeg. Ja, weet je wat was? Mensen gingen echt wachten tot ik 18 was. Tot ze mij zogenaamd kunnen fixen. Of wat dan ook, weet je. En, uh... Kunnen fixen? Ja, zeg maar. Wil toch versieren? Oh, je bedoelt versieren? Ja. Is goed dat ik het vraag. Ik bedoelde echt <laughs> dat ze dachten: van dit meisje heeft een probleem. Mm -hmm. uh, ik ga haar. Fixen. Oh nee, ik, maar wil nee ik ben een oude keel. Het was straattaal. Fixen, as in, versieren. <laughs> <laughs> ja, oh, ik wacht tot ze 18 is. Ja, en zo dacht ik bij mezelf: nou, eh, weet je, mm -hmm. zoveel mannen willen wat van me. Ja. Beter beginnen als ze me gewoon geld te geven, weet je. <laughs> ja, nou, je bent eerlijk. Je ja. bent eerlijk. Je bent eerlijk. Uh, uh, kijk, in Gillies Love Line ben ik niet op zoek naar sensatie, hè? Nee. nee. Uh, maar ik ben wel op zoek naar een eerlijk verhaal. Dus uh, uh, als jij dit deelt. Uh, dat doet wat. Hoe uh, de mannen die je omschrijft, die afkomen op wat jij doet. Uh -huh. Want check, het is waar. Jij kan doen wat je wilt. Yeah. Uh, uh, een meisje van 13 die dan pikante foto's uh, plaatst. En waar hebben we het dan over? We hebben het meer over uh, uh, niet dat je naakt bent, maar... Ja, ik liet gewoon mijn lichaam een beetje... Uh -huh. en, dit is, en dit is die Tory. Yeah. Dit, dit is heel die Tory, denk ik hoor. We gaan nu hier samen nadenken. Uh -huh. <laughs> uh, want ik heb natuurlijk ook nichtjes en dat soort dingen waarvan ik hou. Mm -hmm. uh, uh, en dan ga ik gelijk daaraan denken. Begrijp je? Dan denk je, oeh, maar je bent 19. Uh, ik wil het niet schuld noemen. Maar jij ziet eenmaal een Nicki Minaj, een die en al dat soort dingen, zie jij. Mm -hmm. En ik neem aan, als je zo'n jong meisje bent. Heb jij die toevallig als voorbeelden gezien? Vroeger. Ja, ja, doe je. Toen je dus dertien was. Ja, vroeger, je moet het ergens vandaan halen, dat ja, je zo klopt. met je billen zo gaat zitten. Je moet het ergens vandaan halen, toch? Dat verzin je ja, niet. Ja, oké, okay, dat is zo. Ja, klopt. Ik noem dan ja. één naam, maar in ieder geval van televisie en uh, op... Nu klik ik oud. Van het internet. Ja, dat, <laughs> Zie je dat, dat is wel zo. Klopt, klopt. Ja? Ja. Je had ook gewoon vrijheid erin om dat te posten of zo. Dus daarmee bedoel ik niemand die je erop aansprak, mensen die om je geven. Nee, totdat ik Problemen door begon te krijgen op school dat ik uh, heel veel jaloerse meisjes had en zo in mijn klas. En uh, heeft voor veel problemen veroorzaakt. Gewoon voor geen ene reden. Alleen omdat ik mezelf liet zien op Instagram. Weet je. Mm -hmm. En dat heeft me ook veel problemen op school gegeven. Gewoon mensen hebben gelijke orde over je. Ze denken, oh, ze maakt zulke foto's. Ze krijgt zoveel aandacht. Bla bla bla. Maar ik was toen zo jong, weet je. Mm -hmm. Dus ja het heeft wel een beetje invloed gehad maar ik heb er geen spijt van Tot niet je hebt er geen spijt van dat je zo hebt gepresenteerd als jong meisje ja oké okay. want ik doe niet uh, ik doe geen dingen waar ik geen uh, sorry hoor geen ik niet. doe geen dingen waar ik spijt van zou krijgen dat doe ik niet maar uh, I believe you dat je zo erin staat maar wij doen allemaal dingen wat niet de bedoeling was... waar je achteraf spijt van krijgt. Of dat nou ja, dat klopt. op dat moment is, nu is, of over een paar jaar. Klopt. Ja, soms denk ik van als ik niet in Nederland woonde... had ik dit niet zo erg, misschien. En wat bedoel je met had ik dit niet zo erg? Gewoon dat, uh, dat haat van toen ik zo jong was en zulke foto's ging maken. Mm -hmm. zelfs, ik zou dat in Amerika doen. Dat wordt sneller genormaliseerd dan hier. Zeg maar. Oké. Okay. Ja. Maar... Uh. Ja, en... Hardop denken, weer. Hè. Als jij zo'n uitspraak maakt, uh, dan zit ik te denken: ja, zie je dat? Want dan kijk jij naar de Kylie Jenner's en al dat soort dingen. Ja, tuurlijk, maar ik was jong. En toch? Dat... Nee, ik, nee, nee, uh, maar, nee. Ik was niet maar, echt geïnteresseerd maar... in Nederland. Ik zeg je heel eerlijk: ik, uh, ja? ik hield me niet echt bezig daarmee. Ofzo. Dus jouw voorbeelden zitten in. Uh, maar dat, zijn dat de voorbeelden? De Kylie Jenner's en dat nee, soort nee, dingen? Okay, die dat, op... dat wil ik ook niet zeggen. Ik zie hun niet als mijn voorbeeld. Misschien toen? Maar, misschien toen wel, maar nu niet meer want die veranderden dan om haar als voorbeeld te nemen, die veranderden dan van een 17-jarig meisje naar een, nee niet eens, van een 16-jarig meisje naar een 17-jarig meisje met opeens uh, uh, borstimplantaten, mm -hmm. lippen gespoten en billen en alles opeens bam en dat ja. mocht dan. Ja, ik denk dat het sinds toen, um, ik weet niet, het verandert met de tijd mee. Want nu jonge dames zien er ook echt heel oud uit. Deze dag. Ja, jij. Ja. <laughs> ja, maar ook andere dames ook. Ja. Weet je. ja. 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 Nee, maar en dan, en dan het verhaal. Dus je bent 19 en dan... Uh, nee, ik wil nog even hier blijven. Mm -hmm. uh, want het klinkt alsof je met dingen te maken hebt gehad. Met pestgedrag. Online bullyen. Ja, klopt. En dat was je nog op je nog jongere leeftijd. Mm -hmm. Ja, 13, 14 zo. Ja. 13 en 14 is dat altijd zo gebleven? Ja, het is dat, nooit verdwenen. Het is aan. nooit verdwenen. Kijk, nu ik 20 ben bijna, is het uh, wel heel veel minder. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat ook komt omdat ik nu wat uh, ouder ben. Maar uh, ja, ik vind het sowieso niet oké. Okay. Maakt niet uit wat voor leeftijd je bent. Ik vind niet dat je gepest moet worden om iets. Nee, uh, daar geloof ik ook niet in. Uh, maakt niet uit wat jij doet. En uh, oh. als het je het niet bevalt, kijk niet. Of sterker nog, kijk naar je eigen leven en kijk waar jij je kritisch kan zijn over jezelf. Mm -hmm. uh, dat gezegd hebben, heb ik natuurlijk ook... Ik kijk ook en dacht, wow, toen ik hoorde 19. <laughs> Want ik, hey, ik geloof in uh, vrije seksualiteit. Hè? Dat iedereen erin mag staan uh, hoe ja. hij of zij is. Daar geloof ik in. Uh, dus ja, ik dacht je bent een jong meisje, maar ik denk joh, die is 24. Of als je kijkt dat naar. Die, dat, vaak, dat is ja. de vibe die ik krijg, die is 24, 25, 26, Als je kijkt naar die foto's ja. en al dat soort dingen. En toen zei je ben 19 en toen dacht ik, oh, maar dat is jong. Jezus, dat ja. is een meisje. Word je boos als ik dat zeg? Want dat is wel wat ik dacht. Ik weet niet, ik, en nog ik, steeds, ik vind by niet way. Ik vind het niet zo erg als oudere mensen dat tegen me zeggen. Oké, okay. ik vind het wel erg dat je me oud noemt, Nee, <laughs> <laughs> nee maar trouw, zo kijken wij ernaar ja. inderdaad. Ja, ja. ja. Oké, okay. maar dan nog interessanter is, oké, okay, niet alleen ben jij vrij in je, uh, ik noem het even seksualiteit, maar je bent een hele meesteres. Ja. Yeah. 19 jaar. Ja. Yeah. Met dat soort, I don't try to judge, maar met dat soort interessante, verzoek, die dat soort interessante verzoeken krijgt. Mm -hmm. Ja, natuurlijk wilt niet iedereen gefilmd worden. Dus ik laat ook niet echt alles, alles zien, alleen als diegene dat wil. Dus dat betekent er gebeurt meer dan dat er. Uh, uh... Nee, het gebeurt zojuist een beetje dezelfde. Maar ja. hun, sommigen willen gewoon niet dat ze gefilmd worden. Ja. 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 ja, je hebt echt verschillende personen ertussen zitten. Ja. Maar ook oudere personen. Ja, ja want wat ik schrok, ik schro want die, uh, die jongen van die video is ook gewoon. Uh, heel jong. Ja, die, die komen jong over ja. Ja. Dus... Maar je hebt ook oudere mannen, toch? Ja. En dan ja. jij als 19-jarige meisje, zoals ik al zie, jij hebt wel controle over de situatie. Tuurlijk, tuurlijk. Mm -hmm. We zijn al onderdanig. Ik bedoel, ik ga niet uh, 1, 2, 3 verwachten dat die mij wat gaat aandoen. Want ja, jij zit uh, aan de hondenlijn, niet ik, weet je. Mm -hmm. Ja. Want oh, dat is het verhaal, hè? Die vergat ik te vertellen. <laughs> ik zeg, die gozer zat op zijn knieën en op zijn handen, maar ze zitten dus aan de hondenlijn. Uh, jij met een zweep. Juist. Uh, scheldend. Wat ook het verzoek is. Tuurlijk, je moet hard zijn, ruig tegen. Maar het is dan niet heel gek toch, dat ik dan ga denken van uh, waar komt dat vandaan? Dat jij dan ook hiervan geniet om zo'n man uh, uh, onder de duim te hebben. Uh, vind je het raar als iemand denkt van heb jij iets meegemaakt of zo? Vind je dat raar als mensen dat denken? Nee, niet per se. Ik vind het niet per se raar. Ik zou het ergens kunnen begrijpen. Toch? Dat je denkt: van hoe. hoe? En dit, heeft, dit is los van je leven. Gewoon iedereen die hierin mm -hmm. zit, denk je van: uh, weet je, gewoon als een leek. Van hoe kom je daar? Ik denk sowieso dat elke dame die dat wil doen, een beetje iets heeft meegemaakt. Toch? Waarom ze dat doet. Dus daar geloof ik wel in, ja. 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 Uh, want even kort: uh, als je zou het hebben over je jeugd. Wa 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 waar zou nee, je hem zetten tussen gelukkig goed prima uh, ongelukkige jeugd? Ik had altijd wel een uh, leuke jeugd. Ja. Totdat ik naar de middelbare school ging, daar ging het een beetje achterwaarts gewoon. Wat gebeurde dan? Ja, ik, uh, ik, omdat ik zo jong was had ik niet, doordat ik zoveel aandacht kreeg, zeg maar. Ik was jong, ik was niet bewust van. Ja. Dat heeft gewoon echt voor heel veel problemen voor weet aandacht, het, van, ik, aandacht van jongens? Ja, vooral. En dames die daarop reageren, weer. Weet je, iedereen is jong. Iedereen mm. is jong destijds. En ik denk dat heeft me ook heel erg veranderd. Dat heeft een effect gehad? Wat... Nee, ja, heel veel effect heeft het gehad. Uh. Want altijd kon ik mijn school niet afmaken, omdat dit of dat weer gebeurde. Waarom? Alleen omdat ik veel aandacht kreeg. Het sloeg allemaal helemaal nergens op, maar. Het heeft wel veel met me gedaan. Ook dat ik heel vaak vastliep in mijn leven. Dat ik dacht van ja, waarom lukt dit en dat weer niet? Omdat ja, gewoon te veel boze ogen en al die dingen. Dat mm -hmm. is gewoon... Uh, mm -hmm. Als je jong bent is dat moeilijk om mee te dealen, zeg maar. Natuurlijk. Ja, Echt heel moeilijk. Natuurlijk, ik begrijp je meteen daarin. Ja. Maar het lijkt alsof jij uh, uh, toch een beetje... Je, je lijkt naar jezelf te kunnen kijken en zin van, oh, daar is waarschijnlijk zijn sommige dingen krom gaan of dit heeft een effect op mij gehad. Mm -hmm. Want het gaat vooral, je, je zegt, toen gebeurde dit en dat, maar het is, ik heb het idee dat je heel veel bent gepest, of niet? Ja, ja. Ook heel veel in mijn rug gestoken door neppe vriendinnen, mm. en al die dingen. Ja. Dat heeft me gewoon allemaal heel machteloos laten voelen tegelijkertijd. Vertrouw je mensen? Nee. Niet zomaar. Mm -hmm. ja. Zijn er veel mensen die je vandaag om je heen hebt die je vertrouwt? Ja, wel een paar. Okay. Ja, wel een paar. En hun weet ook dat ik hun vertrouw, weet je. Mm -hmm. Ja. 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 Oké, okay. ja, want ik keek dus naar wat jij deed. Ik dacht, daar wil ik alles over weten. En toen vertelde je me hoe oud je was. En toen dacht ik, oh. Oh. <laughs> ja, maar het voelt weird voor mij, begrijp je? Maar ik, tegelijkertijd zei ik, ja. ik ook tegen mezelf: hé, hey, mama, doet. Jij bent ook jong geweest en je was vroeg met een hele hoop dingen. Mm -hmm. En je hebt een aantal dingen gedaan. Die, uh, 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 die als je ze uitspreekt, mensen ook zouden zeggen van, hey yo, echt waar, Gilly? Uh, ja, echt waar. Uh, dus dan, dan moet ik zeggen, pas op dat je niet hypocriet wordt. Ja. Begrijp je? Klopt, klopt. Uh, naast dit doe je ook andere dingen, toch? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Je, je wilt vooral muziek maken. Ja, tuurlijk. Dat toch? is al sinds wat ik sinds kleinsel van wou. Mm -hmm. Echt mooi. Droomwens gewoon. Mm -hmm. En dat zal ik altijd nablijven volgen. Ondanks zo, die meesteresse dingen. Ik wil daar sowieso niet heel mijn leven mee bezig zijn. Het is meer van. Het is iets ernaast wat ik leuk vind, zeg maar. Nu. Ja. <laughs> maar. Ik denk wanneer ik echt weer in de muziek ga en erin zit, mm -hmm. dat ik dan wel ga kappen met de. Meesteres. Want dat vraagt ook veel energie van je, weet je Ik kan je. me voorstellen. Kijk, ik, ik hoorde je net praten over boze oog. Uh, wat ben je van afkomst? Iraans, Caveriaans, Egyptisch. Precies, want ik kijk naar jou en je kan van alles zijn. Mm -hmm. uh, net als mij. <laughs> je ra je, ze raden er waarschijnlijk nooit goed uh, wat nee, je, waar je roet zit. vaak, Dus, dus uh, I I Iraans, Caveriaans uh, en ook een beetje Egyptisch dus. Mm -hmm. okay. Waarom zeg ik dat? Omdat je dat over boze oog... Uh, 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 dat betekent dat jij ook begrijpt uh, energieën. Dus mm -hmm. wat je allemaal toelaat, zal een effect hebben, vanuit mijn point of view, over hoe je voelt, hoe dingen voor jou eruit gaan zien en wat je op je pad brengt qua energie. Begrijp ja. je? Ik zeg dat omdat uh, dit zou ik met iedereen delen. Hè? Dus dat, dat, dat deel ik dan ook met zo'n meisje als, als jou. Uh, geloof je daarin wat ik zeg? Ja. Misschien heb je soms van, misschien heb je soms van hey, ik voel me niet zo lekker. Of hé, hey, waarom loopt dit zo? Mm hé, -hmm. hey, waarom... En dat kan allemaal dingen zijn die buiten jou staan... wat onder andere met energie te maken kan hebben. Okay, heb je dat idee ook? Geloof je daarin? Ja, ik geloof wel in die energie en al die dingen. En uh, ik heb er ook veel op gelet. Nu ik niet meer echt op haat inga... merk ik ook dat ik het minder krijg. Want nee. ik ga niet meer op in. Ja. ja. Oké, okay, maar vroeger ging je erop in. Altijd, want want altijd, je Want jij deelt het ook, al die dingen... Uh, uh, ja, ik was vroeger echt heel boos. Als iemand mij boos maakte, gooide ik het gelijk op mijn verhaal. Ja, ja iedereen blokkeren, bla bla, maar het heeft geen mm -hmm. zin, weet je. Ja. ze willen juist die aandacht en dat ga ik niet meer geven. Nou, jij bent opgegroeid natuurlijk en geboren zelfs met uh, uh, het internet, ja. uh, social media later. Dus de, oh. de, 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 je bent 19, dus jij bent naar mij opgegroeid. Dus dat je dan hier en daar een paar uitspattingen hebt, is niet zo vreemd. Je bent niet de enige. Mm -hmm. ja, maar het is belangrijk, denk ik dan inderdaad, dat je door hebt van: hé, hey, liever doe ik dat niet. Liever ja. reageer ik daar niet op. Yeah. Wa wa want, want je moet bedenken, dat is ook de reden dat jij hier zit. Jij post dingen wat mm -hmm. mensen triggert. Yeah. Dat, het, 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 het is niet de foto van. dat je in, uh, in een tuin staat van, met een bloemetje. Nee, nee, zeker niet. Je zit met, met, met je, met je laars, hak van je laars in de rug van een boy en ben hem aan het zwepen. Ja, en als ze. En oh ja, sorry mijn dat ik asbak. dat ben vergeten hoor. En je gooit ook as op hun sigaretten. Ja, mijn ashtray. Je, het, is je, het is je asbak op dat moment. Ja, mijn ashtray. En, en dat was niet een verzoek, die heb je zelf erbij gedaan. Je zegt: en gratis gooi ik as op je rug. Ja, ik wil dat zelf. Okay. Als ik iets wil, dan zeg ik het. En ja, eigenlijk hoor je het niet aan hun te vragen als ze het willen, want ze moeten het gewoon doen eigenlijk. Het klinkt een beetje sadistisch allemaal. Bestem jezelf als sadistisch? Sorry dat ik het zeg, maar ik ben vergeten wat het betekent. Nee, dat geeft niet. Uh, sadistisch is meer. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Uh, heel kort en klein en makkelijk. Ja, dus jij geniet van mensen dingen aandoen. Ja. Dus je doet het niet alleen, je geniet er ook van. Mm -hmm, ik geniet ervan, ja. <laughs> ja, je ja, geniet er ook echt van. Je drukt het ook door. Ja, man. <laughs> ja, ja, ja. Specifiek van een man dan pijn doen? Geniet je daarvan? Ja. Man, pijn doen, ja. Kijk, dan wil ik gelijk één therapeut hieruit hangen, een psycholoog. En ze zeggen: Oeh, waar komt dat vandaan? <laughs> <laughs> waar dat vandaan komt? Ik weet niet, ik had toch een hele lange tijd een haat aan mannen. Achter lange tijd. Maar dat moet toch ergens vandaan komen? Ja. Dat, dat... Omdat, uh, ik weet niet. Ik zat in een relatie, maar ik was toen wat jonger. Mm -hmm. Ik was toen uh, 16 of zo. Ja. Yeah. En ik vond een jongen echt heel erg leuk en. Uh, we gingen gewoon met elkaar, maar het was echt een kinderrelatie. Maar ik nam het zo zodanig, zo serieus, weet je. En maar hij ging vreemd. En uh, dat heeft me toen heel veel gedaan op dat moment. Omdat ik ook zo jong was. Was ik hij wat ouder? Een, nee, nee, nee. Hij was ook mijn leeftijd ongeveer, of een jaartje ouder. En, maar dat heeft me ook veel gedaan, zeg maar. Op dat moment begon ik mannen zo erg te haten. En vanaf Door dat jongetje dat... begon je mannen te haten. Ja, echt dom. Ik weet het dom. Nee, nee het is helemaal maar niet dom. ik was jong, dus voor mij was dat zo. Zo, zo kwam dat over. Dat zo voelde kwam je dat toen. Over. Ja, precies. Ja. Dus uh, vanaf toen begon ik een beetje scheid te krijgen van... Ja, wat wil je van me? Beter begin je me wat geef geven. Je weet toch, ik wil niet mijn tijd verspillen. Ja. Zo begon het een beetje ook te gaan. Maar dan kan het voorkomen uh, dat mensen zeggen gold digger, Dat mag. Of hoer. Ja. En er zijn ook alle, allerlei dingen die je waarschijnlijk Kijk, op je gegooid krijgt. Klopt, je maar gegooid zo krijgt. werd ik al van tevoren genoemd, waardoor ik toch zo ga gedragen, weet je. Ja, je noemt me toch al zo, dus het maakt niet uit. Dat is interessant wat je hier zegt. Ja. Dat is interessant wat je hier zegt. Uh, want jij werd dus gepest, omdat je foto's uh, uh, pla uh, plaatste. Ja, ze vonden dat het niet normaal was. Niet normaal. Maar ik bedoel, hallo, mijn beeld is groot. Ik heb toch niet gezegd. Ey, uh, ik heb toch niet uh, fucking botox gezet of zo op zo'n jonge leeftijd. Ja. Ik, bedoel, ik kan er niks aan doen. Ik was gewoon zo. Mensen moesten dat gewoon accepteren, vond ik. Ja. Nee, <laughs> Ik bedoel, het tuurlijk. was ook niet dat ik ging squatten... om een grotere beeld te krijgen op dat leeftijd. Want ja, ik weet niet. Het is allemaal uh, vaagjes. Maar nu lijkt het voor mij alsof je dus... Uh, tenminste, je moet me corrigeren als ik het niet goed zeg hoor. Uh, dat je dus... Je plaatste gewoon sexy foto's, wat vele meisjes doen... Uh, en voor de een seksier uh, dan de ander. Dus de, 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 ik kan er naar kijken en denken van, oh nee, meisje, je bent veel te jong. Mm. Dat is dan een oordeel, dat zullen veel hebben. Ja. Maar dat deed jij. Mm. Het kan, is niet mm. verboden. Uh, je kijkt de hele dag naar uh, uh, voorbeelden op uh, online, uh, artiesten mm. of wat dat nou is. Het is, het is gewoon ja, een ik denk seksuele dat, maatschappij waarin we echt leven. Je dat het beïnvloedbaar, is gewoon. Je, ben, je bent sowieso beïnvloed, is inderdaad ja. wat ik probeer te zeggen. Maar daar ben je ook bewust van. Ja, zou kunnen, maar ja, ik uh, weet je. Want, 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 ik, want uh, deden, uh, had je vriendinnetjes vroeger? Ja, ja. Deden die dat ook allemaal? Ja. Van dat soort pikante foto's, dat bedoel ik. Dus ja, dat op, is de op, maatschappij op, op, op waarin, waarin wel, we leven, ja, waar op dat gewoon... Wel. Ja. ja. En, dan, en dan post je foto's en dan denken mannen dat je, uh, uh, dat je ouder op... bent. Dat... Klopt. By the way, Klopt. wat mij ook wel eens is gebeurd hoor. Dat ik denk dat ik kijk naar een, uh, een, een, een meid van wat 25 plus of zo. Mm -hmm. En dan blijkt het een jong meisje te zijn. Dan denk ik, ja, oeh. Maar dat is onder die vaak. foto's gewoon... Uh, dat is zo'n online stuff. Wat gebeurt en moet Keep it real, dat gebeurt. Mm -hmm, dat gebeurt vaak. En dan moet je maar geluk hebben dat ze niet ligt over haar leeftijd. Wat ook? Heb je dat wel eens gedaan? Nee, nooit. Nog nooit? Ik was juist trots op dat ik zo jong was en er zo uitzag. Ik zei met alle trots. Ik ben 14, ik ben vijftien. En ik kende zelfs dames die ook gewoon... Uh, minderjarigen waren, mm -hmm. maar ouder uitzagen met hun leugen altijd over hun leeftijd. Um, maar dat is iets wat ik nooit zou doen. Even om hem terug te brengen, hè? want uh, uh, jij zei dus, ik poste alleen foto's. Misschien foto's die uh, mensen als sexy zouden bestempelen, mm -hmm. waaronder ik. Mm -hmm. En daar werd je dus op aangevallen en geplaagd online alles. Maar daar zei je wat interessants daarnet. En dat is van. Oké, okay, dan had ik zoiets van. Als jullie me toch hoer noemen. Of dit en dat, gold digger, al die dingen. dan ben je daarna gaan gedragen, zeg maar. Ja. Nou, misschien niet wel, per se ja. hoer, maar laat het op gold digger houden. Ja. Daar ben je daarna gaan gedragen, zeg jij. Ja, beetje wel, ja. En zin dat dat een beetje jouw antwoord was van, je weet je wat? In plaats van in een hoekje zitten huilen, wat je waarschijnlijk ook hebt gedaan. Vaak. Ik heb vaak gehuild. Echt heel vaak. En, dat is, en daarom, dat is goed dat je dat deelt, hè. Mm -hmm. uh, want jij bent niet de enige die dit meemaakt. Nee, en, nee. uh, en ik ben niet de enige die naar meisjes als jou kijkt... en jou dan, zonder dat ik het wil doen... toch uh, uh, oordeel velt over jou van... meisje, je bent veel te jong. Ik doe, ik doe het toch, weet je. ik moet ik eerlijk in zijn. Mm. Uh, maar goed, je doet het. Dat betekent niet dat de ander het recht heeft om jou uh, te boeien online. Klopt. Ik zeg ook heel eerlijk... Uh, dat gebeurde ook vaak omdat mensen dachten dat ik Marokkaans was en moslim. Ja. Dat dachten ze heel vaak toen ik wat jonger was. En uh, daarvan was ook heel snel hun oordeel. Zeg maar van ja, hoer. Jij bent Marokkaan, jij bent moslim. Kijk wat je doet, terwijl ik dat helemaal niet ben. Hè? Ja, helemaal niet. Ja, dus ik dacht bij mezelf, ja weet je wat, donder gooien. Hoor. Echt. Ik kan me voorstellen dat uit die hoek, inderdaad, met het idee dat zij denken... Uh, om jou te troosten, ik heb dat ook. Hè? Ik mm -hmm. lijk op van alles, behalve wat ik echt ben, een Surinamer. Mm -hmm. uh, maar in jouw geval dan, dus uh, drop jij uh, uh, sexy foto's. En dan krijg je dus mensen uit die gemeenschap op je af. Ja, yeah, juist. Yes. En die, uh, uh, die uh, verhit reageren. Ik en uh, vooral ook als je oh, in zo'n buurt woont, Rotterdam-Zuid. Ja. ja, dat is uh, een beetje... Hoger. Maar je, je ben, je ben je bedreigd weleens? Bedreigd niet, nee. Dat niet. Maar wel gewoon dat ik ja. buiten liep en dat ik hoorde God, honey, hoertje, bla, bla, bla. Vind ik interessant. Uh -huh. Dus jij wordt als iets bestempeld, je wordt aangevallen. En dan heb je in een hoekje zitten huilen... Maar op een gegeven moment ben je opgestaan van, you know what, fuck ja, als jullie zeggen dat ik dat ben, dan ben ik dat. Ja, want je, je gaat niet iemand anders de mening kunnen veranderen. Doe gewoon wat je wilt doen, weet je. Ja. Ik was het ook zat om elke keer verdichtig te zijn om iets waarvan ik het niet eerlijk vond. En misschien weet jij dit niet. Uh, maar dit is een belangrijk ding wat jij hier omschrijft. Want de ander, en dit is gebeurd. Springt van een gebouw en pleegt zelfmoord. Ja. Uh, daarom belangrijk wat je hier omschrijft en benoemt. En maakt niet uit wat jij vindt van wat zij wel of niet doen. Wil jij daar verantwoordelijk voor zijn? Wil jij jouw boelieën zo ver brengen? Of wil jij jouw kind, broertje of zusje niet aanspreken op dat soort gedrag waardoor een ander... Wat heb je daar wel eens over nagedacht? Zelfmoord? Ik, maak het, ik ja. maak het heel real, I'm sorry. Om eerlijk te zijn, ja. ja. Voor de, op zo'n jonge leeftijd, ja. Vind ik verdrietig om te horen, man. Hoe oud, hoe oud was je? Hmm. Toen, toen dat voor het eerst voorbij kwam. Om, met ja. je jonge geest. Ik denk, kan je dat 16, herinneren? Zo, 16, 16, 15, zo, ja. En besef, mevrouw. Dat, dat is pas, hè. Dat is onlangs geleden. Dan praten we over drie jaar geleden. Ja, dat is zo. Ja, omdat er ook eerst neppe video's rondgingen wat ik niet was. En zo, dat had me ook veel gedaan. Wat voor video's? Ja, zeg maar, zo'n vage video dat mensen dachten dat ik het was. Zo'n meisje met blonde krullen, want ik had destijds ook blonde krullen, zeiden dat ik dat was. Een sekstape. Ook zo'n zo andere neppe sekstape, zeiden ze dat ik dat was. Van een meisje naar haar auto, als het goed is. Weet je, dat heeft me ook veel dingen aangedaan. En uh, ondanks dat alles was ik nog steeds op zoek naar mijn eigen succes en door dat werd ik steeds gehinderd, zeg maar. Gehinderd en zo. Mm Hé, -hmm, mm -hmm. hey, maar ja. shit, al, al was jij het. Ja, al was ik het. Al op, was ja. jij het. Klopt. Dat, dat, dat doe je niet. Nee, dat is zo. Ja. Al was jij het geweest. Klopt, zeker. Dan nog. Uh, nee. Oh nee, maar ik ga dit als dit het moment het is, in Gilly's uh, Love Line waarin we het hebben over boeien. Dan, 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 dan omarm ik het. Laten we het erover hebben. Uh, uh, want dat moet besproken worden. Fuck that shit. Mm -hmm. Niet alleen als je de boelie niet bent, maar check of jouw kinderen of je broertje aan het boeien is. Want het is belangrijk deze online shit. Want als je zo, je noemde me oud toch? Als je zo'n <laughs> oude motherfucker als mij bent, dan is het makkelijk om te denken van. Jo, wil je niet gebullied worden online? Doe je fucking hmm. telefoon uit of haal die app van je telefoon. Maar zo simpel zit dat Kijk, niet in dat elkaar. Kijk, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Want ik, dan voel je je gelijk van ja, waarom mogen hun het wel doen en ik niet? Ik moet nu al mijn dingen verwijderen omdat hun het niet leuk vinden. Ja. ja. Nee, 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 nee. Dit is eenmaal. Deze jonge mensen, dat is een part of hun life. Uh, social media. Daar kom je niet omheen. Dat is makkelijk denken. Mm -hmm. Dus uh, da daarin wil ik je wel hier ondersteunen. I want to back you up Dat uh, ik dat begrijp. Ja. Uh, want online boelingen is net zo erg als live boelingen. Boeien, is iets van nu gewoon. <laughs> dat ja, is klopt. Die tori. Dat heeft, uh, ik had zelfs ruzie met heel mijn klas op een gegeven moment. Ja. Toen ik in de derde klas zat. Toen ben ik van de derde klas naar niveau 1 gegaan. Ja. En daar ging het ook niet goed. En zo ging het maar verder en verder, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, ik vind het gewoon triest dat, dat uh, sommige dames worden gepest om hoe ze eruit zien. Of, omdat, of wat ze doen. Of om wat ze doen. Precies. En we begonnen met, uh, 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 met de vraag: denk je dat het ergens vandaan komt? Dat jij het leuk vindt om mannen te pijnigen? Ja, ik denk dat het ook allemaal door dit komt, omdat mensen mij altijd pijn willen. Jij bent hard geworden gewoon dus. Mm -hmm. Ik ben gewoon echt een harde geworden, ja. Ja. Je bent hard geworden. Uh, misschien omdat je een beetje bent gedwongen. Misschien is dat een beetje overlevingseffect. Klopt. Uh, dat je dat bent gewonnen. Uh, en, en misschien uh, is dat... Ik weet het niet hoor. We, we zijn nu samen aan het denken. Zonder dat iemand ooit heeft gevraagd van... Want ik ben hier niet... Hey, sterker nog, je bent niet hier om erachter te komen waarom... Uh, ik, je bent hier voor je verhaal, maar tegelijkertijd... Mm, en dat heb ik al een paar keer gezegd. Vind ik het heel interessant van... Oh, maar wacht. Damn, ze is 19. Het is pas een meisje, begrijp je? Dus ik wil het er wel graag over hebben. En ik ben dankbaar ervoor dat je er ook over wil praten, ja. begrijp je? Maar je, je, je gelooft me toch dat ik geen oordeel over je heb? Tuurlijk. Want dat tuurlijk. vind ik belangrijk, tuurlijk, begrijp je? Hé, we gaan een pauze nemen, man. Kijk ja. eens naar voren. Millie's offline waar we dus bruut eerlijk praten over de liefde, relaties en seks. Liefde is breed, hè? En dan kan je gewoon zomaar het terrein, uh, op het terrein komen van boelieën. Want daar waren we even terechtgekomen, hè? Toch. En ik ben dankbaar dat we erover uh, kunnen hebben. Uh, I like that. Yes. Dat hebbende. Vandaag de dag ben je dus... Uh, want je hebt in je nek hier ook staan, bad. Ja. Yeah. <laughs> you consider yourself a bad girl? Beetje rebel. -achtig. Vind je zelf een bad bitch? Ja. Tuurlijk. <laughs> dat dacht ik al. Ja. ja. <laughs> dat is ook wat je represent. Met alle trots. Ik wil eigenlijk gaan naar um, de liefdesquote. Uh, want in elke aflevering haal ik uit de duizend liefdesquote. en dat kan gaan over liefde, seks, mm -hmm. relaties of whatever. haal ik tevoorschijn, niet de duizend, de miljoenen. Daar haal ik er één tevoorschijn, die leg ik hier op tafel. En dan wil ik er samen met mijn uh, gast op focussen om te kijken of je daar iets van vindt. Okay. Jezelf erin terug kan vinden of whatever. Okay. Ja? Ze zeggen namelijk... A bad girl was once a good girl with a broken heart. Ja. Wat doet dat voor je, die quote? Doet dat je iets zegt dat je iets herken je dat? Zal ik hem herhalen? Ja, je hebt, je hebt wel gelijk. Ja. A bad girl was once a good girl. With a broken heart. Jazeker, ik was ook uh, heel anders hoor. Dan nu. Want. Luister. Uh, met al dat sadistische waar je van geniet. Mm -hmm. uh, je bent gepest en mensen hebben je eigenlijk gepusht om te worden hoe je nu bent. Dat is wat je omschreef. Als ik goed heb geluisterd. Op zich wel, ja. Zou jij. Uh, kunnen zeggen dat je. Een goed hart heb ik heb zeker een goed hart ja ja ik ben geen slechte persoon mooi dat echt niet nee goed zo ondanks ik dat misschien en ik niet weet doe, dat ik, ik wil je dat horen zeggen maar ik ben echt geen slechte persoon ik wil ik wil ik wil jou dat horen zeggen zodat je zelf kan horen praten ja. begrijp je uh, want ik kom er niet omheen uh, hey, ik respecteer je als een vrouw hè mm -hmm. ik respecteer je als vrouw uh, ik respecteer alles wat je doet uh, wat allemaal binnen de wet valt So, like I care. <laughs> maar, maar even, voor uh, goede orde. Het valt allemaal binnen de wet. Maar je moest lachen. Uh, doe je nog dingen daarnaast? Uh, that we don't nee, know. Nee, nee, nee. Okay. <laughs> nee, maar check. Uh, ik respecteer dus als zo'n vrouw die weet wat ze doet. Maar ik kom er niet om, omheen dat ik naar je kijk als een meisje. Ik heb het al een paar keer gezegd. Mm -hmm. Maar I just want to keep it real, begrijp je? Ja. Uh, en daarom vond ik het belangrijk om je uit te laten spreken. En ik ben blij dat je dat weet over jezelf. Want je hebt een goed hart. Ik heb zeker een toch goed hart, zelfs dat ik daarom Oeh. niemand meer echt in mijn leven laat. Voor elkaar. Vriendinnen kijk ik echt uit, weet je. Oh, je hebt dingen meegemaakt uh, die je echt hebben teleurgesteld? Heel, heel erg. Heel erg. Zoals? Ja, zoals. Uh, ik was goed met een uh, dame, of ja, dame. Ik vind haar maar een meisje, sorry. En. Yeah. Uh, en uh, ik vertrouwde haar en ik zat in een situatie, dus um, een beetje een privé situatie, en ik kon bij haar slapen. Mm -hmm. En ik sliep bij haar en um, zat ja, video's uit mijn telefoon gepakt, wat best wel privé is en niet voor haar ogen bestemd is. Ja. Heeft ze dat uit mijn telefoon gepakt en heeft ze al maandenlang leuk in mijn gezicht lopen doen. Mm -hmm. En heeft ze dat opeens allemaal zo gedropt. Online? Ja. En bijvoorbeeld ook een andere vriendin. Ik kan, ik kan zomaar blijven doorgaan, maar ook een andere die ik echt heel erg vertrouwde. Ze had hele lelijke foto's van mij gemaakt. Ja. Je weet toch echt, die onverwachte foto's. Oncharman, ge geen charmant. Oncharman. Jij De zou ze niet posten zelf? Zeker niet. Ja, uh, ja die had ze ook gepost. En uh, natuurlijk, mensen die mij destijds niet mochten, vonden dat helemaal leuk. Die dachten van yes. Ja. 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 Maar uh, ja. dan. Achteraf, dat waren dus niet echt vriendinnen, waar ze jaloers op jou? Waarom deze? Had. Jullie hebben geen ruzie, niks? Um, ja, zeg maar. Degene waarmee ze ging was mijn beste vriend. En ik ken hem sinds mijn dertiende. En we waren echt zo met elkaar, gewoon echt goed. Gewoon, we kenden elkaars ouders en zo. We waren gewoon echt heel goed met elkaar. Ze zeggen meestal dat, een, dat een, um, een guy niet bevriend kan zijn met een dame. Maar ik vind dat wel eigenlijk. Dat kan gewoon, weet je. Maar toen kwam zij ertussen en zij was jaloers op dat ik zo met hem goed was en zij weer niet, weet je. En uh, ja, ze probeerde me gewoon kapot te maken. Oké, okay, maar dit is iets wat je laatst dus hebt meegemaakt. Ja. Yeah. En daarom toen ik vroeg: Vertrouw je mensen? Was gelijk het antwoord: nee. Nee, zeker niet. En dus qua dames al mee... oh, helemaal niet. Ja. Echt waar. Niet. Er zijn maar uh, misschien maar één, twee dames waarvan ik kan zeggen: van Hé, hey, haar vertrouw ik. Mm -hmm. weet je. Ja. Oké. Okay. Jammer, al die dingen die je dan zo moet meemaken. Maar ja. tegelijkertijd kom je inderdaad bij mij over als ja sterk, maar vooral iemand die, die nu dan zo'n soort uh, uh, bescherming om zich heen heeft gezegd en een soort de fuck it attitude van jou. En niemand kan me iets zeggen. Ja, ik wil gewoon dat niemand over me heen loopt. Dat ja. Mensen denken dat ze een misbruik van jou kunnen maken omdat ze zien dat andere mensen dat ook bij jou hebben gedaan. Mm -hmm. Ja. ja. Want mensen hebben misbruik van je gemaakt? Ja, ik bedoel qua vriendschappen en zo. Oh ja. Oké, oké, oké. Ja, ja, ja. Nee, is goed. Ik denk dat het. Uh, want ik vond het leuk om te horen dat je zegt: hey, luister, ik heb een goed hart. Ja, dat heb ik echt. Uh, echt toch goed. Ik wil je iets beter. Ik twijfel daar echt helemaal niet over. En ik wil dat je dat onthoudt voor jezelf. Hè? Ja. Je bent nu 19, maar ik wil dat je dit onthoudt volgende week, volgend jaar, over vier jaar, over vijf jaar. Maakt niet uit wat je gaat, uh, uh, allemaal gaat meemaken. Want die dingen die je doet. Uh -huh. uh, vergeet online, Sunnys. Jij bent echt in contact dus met mensen met uh, wat ik vind aparte verzoeken. Dat is. They get off like that. Uh -huh. Dat begrijp ik. Iedereen heeft zijn eigen dingen. Ik heb ook dingen misschien wat ja. waarvan mensen denken van. Uh, you freak you. <laughs> maar jij moet wel voorzichtig zijn. Klopt. Uh, want er zijn. Mensen die dus in contact met jou kunnen komen waarmee je eigenlijk misschien niet eens contact wilt. Ik kijk wel echt sowieso tien keer naar wie die persoon is. Het is niet dat ik uh, tegen iedereen zeg: hé, hey, ja, 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 is goed. Ja, ik wil it. wel weten wie diegene is. I get it. En dat is goed, maar zelf dan is. kan je verrast worden. Dat klopt. klopt. Dus ik, ik, ik... Nee, maar daar pas ik wel echt heel erg op. Kijk, je bent heel respectvol tegenover mij geweest vanaf het begin. Uh, en je bent een aardig meisje. Uh, en ik wens je het beste. En dat is ook waarom ik zeg voorzichtig. Begrijp je? Ja. Voorzichtig in, in, met wat je doet is het extra om te zeggen voorzichtig. Ja? No dad. Begrijp je? Uh, uh, je denkt het allemaal. Uh, en dat is goed hoor. Je denkt dat allemaal. Je denkt dat je het nu allemaal al weet. Maar je hebt nog zoveel. Waar denk je dat je over vijf jaar bent? Ja, daarom. En hoe jij over vijf jaar terugkijkt naar jezelf. En daarmee zeg ik niet uh, dat wat jij nu doet verkeerd is ofzo. Daarmee ja. probeer ik te zeggen, pas op. Doe je shit. Sowieso. Ik hou van dit soort gangster-ass chickies. Die doen wat hun doen. Nee, I love it. I, I celebrate it. Doe wat je doet. Maar wees scherp. Want wat je doet is, is ook van. gevaarlijk terrein, hè? Klopt, klopt. Ja, ik, soms heb ik wel eens van. Weet dat? Ja, het kan misschien verkeerd gaan. Je weet maar nooit hoe iemand een Precies. persoon kan zijn. Dus als dit echt is wat je wilt doen en zo klinkt het, uh, doe dat. Maar be smart about your shit. Ja, het is niet. Dat ik het altijd wil doen, dat is zeker. Nee, nee, maar je doet het nu. Uh, dus nu je het doet, blijf scherp. Zeker. En doe je ding en pak je money zo, zo, dat is belangrijk, hè? En laat een beetje money voor me straks als je weggaat. Oké, okay, ja, we toch? gaan verder. <laughs> uh, nee, want ik wil je beter leren kennen. ja? En je zei al: je hebt een, een, een goed hart, want ik ga een paar zinnen op je droppen en jij moet ze afmaken. Ja, Laten we beginnen dan meteen met uh, ik heb een goed hart, want want ik zou graag behandeld willen worden hoe ik mensen ook behandel op een goede manier ja en ik heb een goed hart omdat ik weet hoe slecht mensen kunnen zijn ook en uh, er zijn genoeg slechte mensen op de wereld weet je mm -hmm. dus ja oké okay. uh, al mijn exen zijn moet je zuchten ervoor. <laughs> Moet je eerst zuchten voordat je geeft? Al oh, mijn exen zijn Wow, zonder, zonder te schelden. Kleine jongens. Ah. Oké. Okay. Ja, onverantwoordelijk. Maar... Okay. Sorry. Maar dat kan. Ik probeer, ik ze, de de vanuit net Nee nee nee, maar de vanuit gaan dat ze ook 19 zijn, dan is dat ja. ja, want ik ben nooit echt met een oudere persoon gegaan dus. Okay. Nee. nee, maar je zegt dat uh, als reactie. Uh, want waarom zeg je dat? Kleine jongens? Omdat ze geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar misschien, en dat heb je wel eens. Soms zijn uh, vrouwen verder dan mannen, hè? Soms op. zijn meisjes verder dan jongens. Vaak, is, by the way. Ja, dat is zo, ja. En dat merk jij nu gewoon. Ja. Ja, ik heb nog steeds dat mijn ex me nog steeds connecten. En, uh, maar ik reageer er niet op. Dus, ja... Dus de conclusie is, al jouw exen zijn... Terugkomers. Oh, kleine <laughs> jongens en terugkomers. Ja, alle twee. <laughs> twee in één. Oh, maar je laat ze niet toe. Nee, nee zeker niet. Nee. Oké, okay, vergeet die kleine jongens. Gaan we het over minder kleine jongen hebben. Mm. Uh, want uh, wat mijn soulmate... En los van of je die al hebt ontmoet... Nog moet ontmoeten of whatever. Maar wat die ene soulmate van mij moet weten is... Je mag erover nadenken. Ik heb uh, gekke moedswings vaak. Ja, je bent een vrouw. Ja, <laughs> nee. je hebt gekke moedswings. Oké. Okay. Ja, af en toe wel, ja. Ja. Ik zeg altijd: alle vrouwen. Maakt niet uit welke leeftijd, maakt niet uit welke ras, maakt niet uit wat de status is van jou, hè? Mm -hmm. directrice van iets. Uh, je rapt, je zingt, je maakt schoon, whatever je doet. Mm -hmm. Maar elke vrouw heeft een beetje crazy verstopt hè, ergens. Ja, dat is zo. Zij ze bescheiden. Terwijl ze denkt, ik whole de of crazy, deze gozer heeft gewoon gelijk. <laughs> <laughs> maar je hebt een beetje crazy ergens. Ja, doen. zeker ja. Dus daar, daar moet jouw zo mee rekening mee houden. Zeker ja. Oké. Okay. Hij moet, uh, als, als ik hem was al die beter, oppassen in de nacht. Oh, dat klinkt eng. Want wat gebeurt in de nacht? Mijn god, wat gebeurt in de nacht? Nee, joh. nee, ik maakte maar een grapje. Nee, nee, dat was een halve grap. Ik voel het aan mijn water. Wat gebeurt er in de nacht? Nee, oké. Okay. Nou, misschien uh, knip ik ze dikker of zo. Hé, hey, oh mijn god. Dit doet pijn, hè? Nee, joh. bij mij nu. Oké. Okay. Nee, joh, erachteraan gooien. Ik geloof je gewoon. <laughs> Hé, hey, uh, mijn perfecte relatie bestaat uit uh, vertrouwen en respect. Dat is echt belangrijk. Respect al helemaal. Mm -hmm. Ja. En er moet een vibe zijn sowieso. Ik bedoel, uh, ja. Mm. Ik vind het gewoon echt het allerbelangrijkste is dat je elkaar moet kunnen vertrouwen. En als dat niet kan, dan botst het altijd. Mm -hmm. Ja. Maar. Ik weet het niet hoor. Het draaien het draait heel veel dingen een rol daarin, weet mm je? -hmm. Ja. Dat zeg ik, ik heb nog. Dus dit is altijd wat ik zeg als ik, uh, als ik met jonge mensen praat. Uh, 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 jonge meisje, whatever. Want soms ben je ook verder mm -hmm. dan de gemiddelde, wat is het, 19 jaar. Mm -hmm. Dat uh, kan. Ja. Maar tegelijkertijd staat wel dat je nog jaren hebt te leven, dus ja, ervaringen dus dat, hebt mee te maken. Dat, dat is ook zeker. een feit. Ja. Dus wat jij vandaag denkt dat het is of moet zijn, dat is het nog helemaal Over drie jaar. Waar je misschien helemaal denken oh mijn god mm -hmm. ja dat heb vroeger ik dacht hoor. ik dit nou, dat heb je nu al dat heb ik nu al want toen ik op mijn veertiende al zoveel meemaakte kijk ik ben nu 19 en ik denk nog steeds van wow mm -hmm. ja. wat nou wat denk je precies dat je terugkijkt en dat je denkt van wow en ik dacht het helemaal te hebben ingevuld ja, ja precies en dan elk jaar weer denk ik van oh jeetje toch juist ja maar dat is normaal hè dus zelf ik dat geldt voor iedereen uh, iemand die 20 is 30 40 50 Iemand die 50 is, die wordt 60 en die kan nog steeds denken van, oh ik dacht echt dat ik het toen helemaal wist. Ja, ik denk dat je het nooit echt gaat helemaal. Nee, weten. want dat, en dat is het mooie aan het leven. Je moet dingen ervaren uh, om erachter te komen dat. Uh, 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 en ik zeg dat altijd. Je, kijk, jij, ik zeg altijd vrouwen tussen de... Jij bent dan nog jonger, maar je hebt vrouwen het, uh, tussen de... Ik zeg dan, dit heb ik helemaal zelf verzonnen. Dit is niet wetenschappelijk bewezen. Dit is uit mijn ervaring. Maar vrouwen tussen de 23 en 26. Denken dat ze de wereld hebben uitgevonden. Je kan ja, alles tegen hun zo. zeggen. Waarschijnlijk is dat nu al bij jou, <laughs> omdat je een stuk verder bent. Maar je kan alles tegen hun zeggen. En afhankelijk van hun karakter, de ene zegt: oh, Je kop, je weet niks. De mm -hmm. ander luistert het aan. Een oor in, ander oor uit. De ander <laughs> maakt ruïne, zoals uh, jullie uh, jongeren zeggen. Maar voor allemaal geld. Ze doen toch wat ze willen, omdat ze denken dat zij het antwoord weten. Dat is zo. ...nogmaals niet wetenschappelijk bewezen... ...dit is wat ik weet uit ervaring. En ik deel dit allemaal met jou. Omdat ik gewoon... ...ik drop jewels op jou... ...en jij drop ze ook met je jonge leeftijd... ...drop je ze ook op mij. Want ik vind het leuk om te horen... ...bijvoorbeeld heel dat... ...ik kan het nog steeds niet uitspreken... ...fandom of dat soort shit. Fandom. Hé, misschien ga ik me niet bij jou... ...want je bent een jong man. Misschien ga ik me ook aanmelden... ...om een zweep over mijn rug heen te krijgen. Er zijn ook gewoon mannen volgens mij die dit doen. Bij andere mannen... Ik heb wel eens gezien dat... Uh... Maar wat moet ik met die informatie? Je wil dat ik me aanmeld nee, bij een man. Nee, dat zeg ik niet. Maar, ik zeg hey, maar je hebt dus ook is. vrouwen die dus zich aanmelden om... Uh... Ja, zeker. Maar die, oh. daar heb je niet echt heel veel van. Ik zag het wel langskomen. Maar ik dacht bij mezelf... Hmm... Apart. That's, Apart. Na, that's not what dat I ik... do. Ja, precies. Oh, maar er zijn ook vrouwen die ze willen uh, ja, gedomineerd worden door, door, door mannen, mannen. Of een en vrouw zelfs. Ik heb dat ik, ook gezien. Ik kreeg dan... Oh, door een andere vrouw. Ja. Maar die maar zijn er ook, hè? Dat is echt... Uh, Mm -hmm. Zeldzaam, denk ik. Ja. Maar ik heb ook gezien dat mannen bijvoorbeeld uh, voetenfoto's verkopen aan andere mannen ook. Uh, uh, ik heb wat op Twitter gezien, dat een man zo met zijn voet zo staat voor de camera. Hey, ik, ga niet, ik ga niet voor je liegen. Als ik, als ik geld kan maken met die lene, lelijke teenagels van mij, <laughs> I'm in de Plak. Dan moet je wel pedicure doen. Dat wel, oké. Okay. Ja. <laughs> nee, ja. dat niet. Je, je houdt van meneer CS Stenen of niet? <laughs> ja, er zijn ook mannen die van sokken houden. Weet ah, nee, nee, nee. Ik ga ook gewoon heel eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens op Marktplaats... gewoon uh, ondergoed verkocht, of sokken. Oh, dat, dat gebeurt op Marktplaats? Ik ja. klink echt als een ontwetende onschuldige. Maar dat gebeurt gewoon. Je hebt het verkocht op Marktplaats. Voor hoeveel? Ja, het is verschillend. Je hebt van 20 euro, 30 euro. Ik bedoel, het is een kleine moeite. Het is maar een ja, ja, precies. Ja. Maar dan eentje die niet is gewassen, neem ik aan. Ja, wel gedragen. Zonder ja, gedragen. Het eentje zelfs dat je 24 uur draagt. Ik heb zelfs een verzoek gehad om een uh, tampon in me te zetten voor ongeveer 20 uurtjes. Zodat mijn kutsappen in die tampon gaan. En dat zou hij dan willen kopen van mij. Het okay. gaat echt te ver. ik weet het. Maar, maar het nou, gaat helemaal niet te ver. Maar. Ik zit ervoor te stellen van. Ik probeer dan hè, met mijn Ik probeer zo, probeer zo nuchter mogelijk te denken van hoe je daar voldoening uit haalt. Maar dat is misschien te ver voor mij om te begrijpen. Maar ik, ja, het is echt. En wat doet hij ermee? Voor, wat ja. doet hij ermee? Uh, bewaart ruiken, hij hem? Ruikt hij hem op? Zuigt uh, 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 hij erop? Oh, mijn god, en, uh, ik ga helemaal erin. Ruiken en trekken, denk ik. Ja, is dat hem? Ja, je, je zegt denk ik, volgens mij weet jij dat. Ik denk het wel, ja. Hey, maar het is niet zo vreemd om, om, om dan te denken van, uh, uh, want nou, nu word ik nieuwsgierig... Uh, uh, dat er uh, echt seksuele handelingen ook uh, erbij komen bij jou. Gebeurt dat niet? Nee, zeker niet. Maar het verzoek moet er wel zijn... Ja, er is wel soms een verzoek van ja, dit, dat, maar dan zeg ik nee. Oh, je hebt een grens. Ik heb een grens. Mm -hmm. En ik ben de meesteres, dus ik zeg wat ik oh, wil. Oh, dat je. is het. Is, is dat waarom je be bewust hebt gekozen voor dit gedeelte van Juist, heel die branche? Zodat precies. jij bepaalt wat er moet gebeuren. Precies. Er zijn ook dus van die mannen die met een strap omdeelde gepakt willen worden. Kijk, sorry, maar dat doe ik ook weer niet, weet je. Ach, dat, ja, ja, ja. Dat uh, is weer voor mij een beetje te seksueel, weet je. Ja. Ja, oké. Okay. Dus zo ver ga jij niet? Nee, nee. En trouwens, als dat wel het geval was, no judgment over nee, heren. Nee, nee, ik vind het niet erg, weet je. Mm -hmm. Iedereen zijn dingen toch? Maar jij, jij doet dat niet? Nee, ik niet. En ik hoef ook niet te zeggen, jij doet dat nog niet. Dat hoef want ik ook jij niet te zeggen, niet doen. ik ga dat sowieso niet doen, nee. Oké, oké. Oké. ik. Uh, <laughs> nou? Ik zie het al voor me nee joh. Ja, je vindt Dat vind je zelf gewoon niet eens leuk. Daar, ik, ik, want ik, jij kickt kick, kick, kick kick wel een beetje op een man, zeggen wat hij moet doen. Een beetje as op zijn rug gooien, mm -hmm. een hak in zijn rug en een beetje zwepen. Daar kick je wel op. Maar daar zou je niet op kikken. Door een man met een strep uh, te, uh, oh, nee. te nemen. Nee. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, we zitten met al deze soort of freaky talks. is eenmaal uh, uh, wat je doet en wat je tegenkomt vooral. Oh. Maar heb je het idee dat je wel eens echte liefde bent tegengekomen, alhoewel je jong bent? Maar heb je het idee dat je echte liefde wel eens hebt meegemaakt of iets wat erop leek? Of iets wat je dat gevoel gaf van, oeh. Ja, toen ik uh, jonger was en in relaties zat, dacht ik wel echt in mezelf van, één hey, met hem blijf ik voor altijd, tot ik oma ben. Maar... Nee. Nog niet, hè? Je bent ook... Nee, en dat is ook nog niet gebeurd. En dit dus... is wat ik bedoel, met, je hebt nog veel ervaringen mee te maken. Dus dat... Het positieve eraan is, er kan nog heel veel heel veel of nog meer moois op jouw pad komen. Dat besef je wel toch? Ja, zeker. En dan ga ik nu toch wel een beetje, ik weet niet, oude broer, neef of iets spelen. Maar jij hebt ook in de hand hoe dat loopt. Oh. Door de keuzes die je maakt. Zeker. En uh, hoe je handelt. Dus dat moet je ook beseffen. Ja, dat besef ja? ik zeker. Ja. Uh, want ja, uh, je kan terecht schuld geven aan mensen. Dat bestaat. Maar het is ook handig om uh, het bij jezelf te zoeken. Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik. En ja, jij hebt controle. Je houdt van yeah. controle, toch? Je lijkt de control man. Ja, misschien Maar ja. control your life toe door, door goede beslissingen te maken en keuzes. Nee, ik deed gewoon dingen en mensen voelden zich gewoon daar getrekken door. Ik geef hun niet per se de schuld. Nee, nee, aan nee maar van, weet, weet je wat? Vergeet dat zelf. Daar heb ik niet over. Vergeet dat. Ik praat nu over alles wat nu gaat komen. Oh, nu? Ja, oh, vanaf nu. Okay. Uh, wil ik je vragen om dat mee te geven. Want ik geloof echt dat you got a good heart. Precies hoe je dat ja. omschreef. Keep doing what you're doing als je daarvan geniet. Want je moet doen wat je leuk vindt. Maar besef dat de gevaar altijd op de loer is. Dat Geld geldt voor alles, maar vooral in, de, in, in, de, in deze branche. Want dat weet je wel. Uh, watch yourself. Ja, klopt. Ik had ook een keer dat een man met me wel afspreken, Maar uh, ik vertrouw het niet. Hij zei allemaal van die rare dingen. Ja... Ik kom samen in de modder spelen, dit, dat. Hij komt echt als een creep over, weet je. <laughs> ik heb hem gelijk geblokkeerd. Of ik toch van, mm -hmm. nee, man. Dat was echt creep. Oké. Okay. Hé, hey, maar uh, jij, jij bent wel. Ik, ik vind het wel bijzonder dat jij zo open over dit alles durft te praten. Je post het ook uh, allemaal. Mm -hmm. uh, dus jij staat gewoon erachter en je mag vinden wat je ervan vindt. Klopt. Kijk, ik, weet je, ik vind het leuk om dingen te doen wat niet veel mensen ook doen, weet je. Oké, okay. in Nederland. Nederland is het ook niet, uh, is het ook best uh, nieuw. Heel veel mensen weten niet wat het is. Ja, wat jij doet. Wil ja. je uniek zijn? Zit het hem daarin? Ja, dat ook. Ik wil ook nooit die, 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 die basic zijn. Dat, dat, je weet toch? Ja. Ik voelde me altijd zelf al een beetje speciaal, uniek. En ja. dat, ja, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Mm -hmm. Wat zie je voor jezelf in de toekomst? In de toekomst hoop ik dat ik uh, wat verder ben gekomen met mijn muziekcarrière en dat ik die vind achter me kan laten. En dat ik, uh, ja, ik heb ook sowieso een kinderwens hoor, daar niet van. Oké. Okay. Ik wil later ook, uh, ik was sowieso, denk ik, vier kinderen of zo, drie, vier kinderen. Dat in een, uh, in een, in een stabiele, stabiele relatie? Ja. Of zeg je van, ik, ja, uh, als het kan wel graag, maar zo niet. Als het zo... Ik wil gewoon vier kinderen, hoe dan ook. of Je, je wenst ook daar in dat pakket ook een stabiele uh, relatie ja, te hebben? Ja, sowieso een stabiele relatie. Dat hoop ik ook voor in de toekomst ja. voor mijn kinderen, wat ik in de toekomst ga krijgen. Dus ja. Ook daar moet je naartoe handelen. Ja. Begrijp je? Uh, wa want wat voor, wat voor man zou dan kunnen handelen? En die zijn er, genoeg. Uh -huh. uh, uh, om te accepteren van hoe jij bent en wat jij doet. Weet je, een man kan het die wel zijn accepteren er genoeg, wat je doet. Maar uh -huh. hij kan ook altijd een terugval krijgen van... ja, maar kijk wat Juist. je doet, dit en dat. Juist. Dus ik geloof daar niet in. Dat een man echt het accepteert. Weet je wel. Zou je bereid zijn in te leveren? Wat als zij zegt van stop met alles wat je doet... inclusief de wens... Om een zangcarrière uh, of een, een uh, uh, carrière als artiest te hebben, Muziek, muzikant. Dus dat ik alles op stop moet zetten. Alles op, zegt dus hij. Heeft, maar hij heeft ook muziek, ja. maar hij heeft alles. Ik stop. ga niet mijn muziek op stop zetten voor een. Sorry hoor, voor een guy. Nee, man, dat echt niet. niet. Want hij wil ook wat bereiken in zijn leven. Sorry en dan, dan wanneer ik dat niet kan bereiken door hem. Ja. Dat is niet eerlijk. Dan is hij niet de goede doel. Dan is hij echt niet de goede Maar je meer. zou wel al die vinden, uh, 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 meesteres zou je wel achterwege kunnen laten Tuurlijk. voor een doel? Tuurlijk, Ja, okay. als, als hij het zo erg vindt, dan doe ik dat niet, weet je. Mm -hmm. ja. Maar dan vind ik ook dat je mij moet supporten. In? In wat ik wel echt wil doen. Dus, want wat je echt wil doen is dus muziek. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben er ook al altijd mee bezig. Mm -hmm. Ja. Het loopt er af en toe een beetje stroef door de studio's, maar ja. Ja. Hé, hey, wat vond je van dit gesprek? Ik vond het interessant. Ik vond het leuk. Ik heb ook weer dingen erbij geleerd, een beetje. Mm -hmm. Of ja, ik ben meer stil gaan staan op bepaalde dingen. Oké. Okay. Ja. Weet je wat ik ervan vond? Uh, ik kan waarderen die openheid. En ik neem aan dat uh, 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 meiden naar kijken of mensen met kinderen. dat. ja, judgen is makkelijk. Maar het verhaal aanhoren. Uh, en, uh, en horen hoe iemand dan. Dit moment ervaart. Maar ja. in het verleden hoe je bent geplaagd. Maar ook wat je ziet voor de toekomst. Ja. En het kan gewoon allemaal gebeuren. Uh, life is what you make it. Ja. Dus uh, make sure you make it, yeah? ja? En ik gun je ook alles wat je wenst. Handel slim Zeker. en uh, voorzichtig. Zeker. Yeah? I don't want to sound like a big brother of een grote neef dat vind of ik zo. Ik vind het niet erg hoor, ik heb toch geen broers of zo. Dus maar ik kan jou wel. niet hier weg laten gaan uh, uh, zonder dat ik heb herkend van dit meisje zal wel echt een goed hart hebben en dat niet meegeven. Dankjewel. Ja? Want kijk, dit is Giddy's Love Line. En uh, wat ik hier altijd zeg. If it ain't about love, it ain't about nothing. En als je achter die boodschap staat uh, en deze lobby-movement wil supporten, uh, support mij dan. Bijvoorbeeld door naar YouTube te gaan, uh, door je te abonneren en op het belletje te klikken, want dan krijg je dus een notificatie en dan krijg je weer zo'n waardevol gesprek als dit te zien. Uh, like ook en share, share, share. Dat doet iets met die algoritme. Ja? Deze shit is niet gratis, hè? Maar je ontvangt het gratis, is ook goed. Geen probleem. Uh, maar support me als je het waardeert. Dat is alles wat ik vraag. Ja? Volg me ook op Instagram, Twitter en al die plekken. Uh, Gili Waar kunnen we jou checken dan? Nou, jullie kunnen me checken op Instagram. Goldhoney. Mm -hmm. uh, ja, jullie kunnen me gewoon checken op Instagram. Oké, okay, ja, maar Goldhoney, uh, dubbel L, dubbel wat? Oh, Goldhoney met een dubbel Y. Ja, ik zet het wel in beeld, komt goed. Ja, geen probleem. Ja, 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 ja. Follow, uh, uh, follow Goldhoney. Uh, thanks for sharing. En ik zie je graag bij de volgende date. Yeah. Ciao.